Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wou nog even een dag komen zeggen. Ik voel mij best wel goed, dus ik dacht van, ik laat mijn hoofd nog eens zien aan jullie. Ik heb daar straks ben ik naar de winkel geweest voor wat nieuwe kleren te kopen nu voor de rest van de zomer. Nog wat topjes en zo. En dan heb ik ook deze zomerhoed gekocht. Die heb ik speciaal opgezet om even te tonen aan jullie. Ik ben iemand, ik krijg snel hoofdpijn van de warmte. En als ik naar buiten ga en ik heb zo'n hoed op mij, dan heb ik daar dus niet zoveel last meer van. Dus dat is eigenlijk ideaal voor mij om buiten te zitten, om geen zonneklop of zo te krijgen. Dus ja, ik heb vandaag weer heel veel buiten gezeten. Dus ik ben daar gaan shoppen, zoals ik al zei. En daarna heb ik nog heel veel in de tuin gezeten, genoten van het goede weer. Ik ben zelfs nog even in het zwembad buiten gegaan. Water en ik, dat gaat ook heel erg goed samen. Ik hou van element water. En ik dacht van, ik kom nog eens even dag zeggen hier op YouTube aan jullie. Ik voel mij goed, ik heb veel energie. Dus ik dacht van, ja, dan kan ik wel eens even een video maken, speciaal voor jullie. Het is een zalige energie nu ook. De maand augustus staat voor de deur, gaat bijna beginnen. Ik heb daar een heel erg goed gevoel over. Ik heb het gevoel dat er heel veel positieve energie aanwezig is voor ons allemaal. En als we ons daar allemaal voor openstellen en we focussen ons daarop, dan komt het helemaal goed. Dan kunnen we ons verbinden met deze prachtige energie van augustus, die heel erg positief aanvoelt, vind ik. Dus ik wou jullie allemaal ook nog een heel erg fijne maand augustus toewensen bij deze. Ik hoop dat jullie je openstellen voor deze prachtige positieve energie. En dat jullie er heel hard van genieten. Ik wens jullie natuurlijk ook het allerbeste toe. Ik wens jullie heel erg veel geluk, heel erg veel moois toe. En ja, degene die energie wel aanvoelen, die zullen wel voelen dat er een heel bijzondere energie aanwezig is voor ons allemaal. En degenen die nog niet veel met energie werken, die kunnen eens proberen om hem open te stellen. Want iedereen kan dit wel voelen. Het enige wat je moet doen is erin geloven, erop vertrouwen en je openstellen ervoor. En dan komt het vanzelf allemaal wel goed, dan komt het vanzelf wel binnen. Ja, ik ben ook heel erg blij met mijn nieuwe zomerhoed. Het is de eerste keer dat ik zoiets trouwens heb gekocht. Dus ik dacht van, ik ga dit even laten zien aan jullie. Zoiets heeft wel iets cowboys-achtigs, vind ik. Dus ja, ik dacht van, ik ben er zo enthousiast over. En als ik enthousiast ben over iets, dan deel ik dit graag. Dat zullen jullie nog wel merken als jullie mijn video's blijven volgen. Dat ik wel iemand ben die heel erg enthousiast overkomt. Dat zit in mijn persoonlijkheid. Als ik mij goed voel, kom ik altijd heel erg enthousiast over. Ik praat dan heel erg graag veel. En ja, dat is hoe dat ik ben. Ik ben dan ook een tweeling van sterrenbeeld. Die mensen met dit sterrenbeeld zijn ook al wel heel erg bekend voor echte praters te zijn. Mensen die heel erg enthousiast zijn, die ook wel redelijk druk kunnen overkomen. En als ik een goede dag heb, dan ben ik ook wel zo. Dan heb ik veel zin om te praten, heb ik veel zin om, om enthousiast door het leven te gaan. Dus ja, gewoon veel vreugde. Vreugde, vrolijkheid, plezier. Dat zijn toch wel belangrijke dingen, vind ik. Maar ik ga afronden, want anders bleef ik bezig. Maar ik wou jullie gewoon even de dag nog eens dag komen zeggen. Ik wou mijn nieuwe zomergoed showen aan jullie. En ik wou jullie ook nog een heel erg fijne maand augustus toewensen. Dus bij deze is dit gebeurd. Ik wens jullie een heel erg fijne maand augustus toe. Ik wens jullie heel erg veel moois toe. Alle geluk van de wereld. En ja, tot de volgende keer.